Hey, en welkom bij deze super natte aflevering van Dumper TV Nazorg. En ik sta hier bij een bouwmeneer van vloerisolatie die gisteren deze vreselijke monsters tegenkwam. Je durft er niet meer in, hè? Durf je niet meer in? Nee, jij durft er niet meer in, hè? Ik denk, wat krijgen we nou, joh? Hallo! Ik ben Niels van der Broek, ik ben van Broa Vloerisolatie. En wij verzorgen inderdaad de kruipruimteisolatie door heel Nederland. Ja. We maken wel wat mee natuurlijk in zo'n kruipruimte. Veel rare beestjes, spinnen. Ik heb vandaag gehoord op de radio dat we hetzelfde weer hebben als Frankrijk, Midden-Frankrijk 20 jaar geleden. Nou, daar zitten slangen. Als die slangen hierheen komen, dan dan gaan we ook te ver. Ja, jij maakt je eigenlijk heel erg zorgen om klimaatverandering al. Ja, ja, en we doen ook een goede bijdrage, hè, om dat tegen te gaan natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, weer een goede reclame. Ja, ja, leuk. We staan in Naturalis bij Daan. En Daan is bioloog. En die kan mij alles vertellen over de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, klopt. Er zijn best wel veel Amerikaanse rivierkreeften in Nederland. En dat komt eigenlijk omdat onze eigen Europese rivierkreeft nagenoeg is uitgestorven. En omdat mensen nog steeds rivierkreeften wilden eten, hebben ze Amerikaanse gehaald. En die zijn per ongeluk ontsnapt. En die zijn in allerlei sloten terechtgekomen. En nu kan je eigenlijk in de hele Randstad, maar ook daarbuiten, Amerikaanse rivierkreeften aantreffen. Oh, hij pakt je ook echt. Heb je hem opgepikt, in een pot gedaan? Hoe heb je het gedaan? Ik heb hem in een stukje folie gewikkeld en netjes buiten neergezet. Maar nogmaals, ja, weet je wel, of dat nou de beste oplossing was. Dit is dus een van de kreeften die in Nederland voorkomt. Dit is een verwant van degene die in Gouda werd gevonden. Maar meestal doen ze dan zo met een scharen zo, om, als een afweerreactie van kijk hoe eng ik ben. Maar eigenlijk zijn ze dus niet zo heel eng. Nee, er nog een, joh. Er zaten er twee en eentje was al een arm kwijt. Ja, echt heel snel. Duitsland, denk ik. Riep voor mij eind, zo wie ik werd. Wat het een krap die jeuk heeft. Dat weet ik niet. Nee, dat vind ik ook een lastig heen. Ben je wel eens in een kruipruimte geweest en dat je dan zoiets aan de kant schuift en dat je dan ook nog een achterkruipruimte hebt? Een achterkruipruimte? Nou, hartstikke leuk, joh. Wat was je wat een lul, nee, joh. Ja, nou bedankt. Dit was echt de perfecte reactie, ja. Top. Heel erg veel succes ga ik je wensen met het verdere isoleren van vloeren en het werk. Ga allemaal naar Broa. Zeker, Broa Vloerisolatie. Tonzon. Tonzon.